Het Stadsmuseum in Rhenen opende zaterdag, net als alle andere musea, na bijna een half jaar weer haar deuren. En daar zijn ze maar al te blij mee. De bezoekers die zeiden allemaal, oh, ik heb zoveel supermarkten gezien. Ik wil weer inhoud, ik wil weer schoonheid, ik wil weer mooie gebouwen zien. Sinds de opening hebben ze er een opmerkelijk kunststuk bij. Kunsthandelaar Maikel van der Aalst vond een schilderij bij iemand op zolder. Ik heb het vervolgens schoon laten maken en toen ben ik daarna direct doorgegaan met het zoeken naar de locatie van goh, welk gebouw is dat nu eigenlijk? Welke poort is dat? Na een flinke zoektocht kwam hij erachter dat het gaat om de Rijnpoort in Rhenen. De poort is alleen in 1841 afgebroken. Het museum dacht het laatste werk van deze poort al in haar bezit te hebben. Totdat Maikel zich meldde en het schilderij toonde aan het museum. Ik zag een schilderij dat eigenlijk van recenter datum is. Wel lijkt op ons schilderij. Zelfs de was die aan een lijn hing te drogen naast die oude stadspoort, die stond erop. En toch was het anders. Dus toen dacht ik ook, dit is eigenlijk iets om mensen iets te laten zien over hoe schilders omgaan met de werkelijkheid. En stelt ons de vraag, heeft deze man dus de Rijnpoort voor het laatst gezien? Of de schilder van wie wij nu het werk centraal stellen? Tot nu toe blijft deze vraag onbeantwoord. Het is waarschijnlijk een kopie, omdat dit werk heel lang op een museum gehangen heeft. Dus het kan zijn dat de maker van dit andere schilderij geïnspireerd is. Maar 100% zeker kunnen we het niet uitsluiten. Nee, want het is bekend dat Oene Romkes de Jong ook daadwerkelijk in Utrecht geschilderd heeft. Dus ja, het is even koffiedik kijken. Ja.